De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bestond deze dagen 150 jaar. En dat was een reden voor ons om eens te gaan kijken in het gebouw aan het lange voerhout waarin de bibliotheek gevestigd is. De cataloguskamer is een bibliotheek op zichzelf. Wie hier een boek heeft uitgezocht, en iedereen kan dat zonder enige beperking komen doen, vult het nummer ervan op een formulier in dat hij vervolgens op de daarvoor bestemde plaats aflevert. En dan begint dat formulier zijn tocht naar de afdeling waar het boek zich bevindt. Dat zult u straks zien. Intussen maken wij een korte rondgang door het gebouw. De Koninklijke Bibliotheek beschikt thans over 700.000 boeken. Boeken op het gebied van het recht, de kunst, de literatuur, filosofie, economie, kortom, op dat der niet exacte wetenschappen. En elke dag komen er tientallen nieuwe bij. Wordt het bezit van onze Nationale Bibliotheek groter. Eén kamer is er waar boeken zijn ondergebracht die niet worden uitgeleend. De kamer van de oude handschriften, waarvan wij u enkele laten zien. De Civitate Dei, over de stad Gods, van Augustinus, omstreeks 1475 uit het Latijn in het Frans vertaald. Een Latijns psalter uit 1200. En een Romeins missaal uit 1323. Wat is er onderwijl met het aanvraagformulier gebeurd? Dat is via een vernuftig transportsysteem op weg gegaan naar de betreffende afdeling. Is het formulier eenmaal daar aangekomen, dan is het opzoeken van het boek slechts een kwestie van een ogenblik. Een lift zorgt ervoor dat het boek naar de uitleenafdeling komt, waar het de aanvrager ter hand wordt gesteld. Hij kan het mee naar huis nemen, maar kan er ook de dag mee doorbrengen in de leeszaal, zoals zoveel doen. Tot 1 december van dit jaar zijn er al 40.000 bezoekers geweest. Het is ook voor u de moeite waard om er eens binnen te lopen.